Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Van het zuiden uit trekken weer dikkere wolken het land in en daarbij horen ook een paar buien. Dat betekent dat we een wisselvallige dag tegemoet gaan met de wolkenvelden. Hier en daar een opklaring in de ochtend. En die opklaringen trekken geleidelijk aan wat vaker naar het noorden. In het zuiden is het het meest regenachtig, 14 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of 16. De neerslag is buiig van karakter en een enkele donderklap is mogelijk in het binnenland. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, zwak tot matig 2 tot 4 in de avond en ook de nacht draait de wind langzaam naar noord tot noordwest. Ook vanavond nog geregeld buien, hoewel de droge perioden langzaam iets groter worden en de temperatuur rond 12 graden. Morgen opnieuw zo'n 16 graden. De zon schijnt af en toe eerst met name langs de kustenbuien in het oosten, later vooral in het binnenland. Wind is westelijk en matig van kracht. Het blijft wat wisselvallig, maar de wisselvalligheid neemt wel sterk af. Donderdag, vooral in de kustprovincies, een bui. In de avond trekken die dan het verder het land in. Vrijdag van het noordwest uit nog een zwakke storing met een paar buien. Maar zaterdag is het misschien wel eens helemaal droog. De zon schijnt dan vaker en de temperatuur blijft rond 16 of 17 graden uitkomen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.